Hij gaat hem naar... Ja, te plaatsen samen met de ambu en de kamar. Zo te zien. Ik blijf beide gewoon zitten. Hey. Raaf van jou even... Nee, oh shit. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD voor Amor. En vandaag ga ik op pad met de Amarok. Ja, eigenlijk wel de bergen in, denk ik. Ik weet eigenlijk niet waar we allemaal naartoe gaan vandaag. In ieder geval, ja, dit kleine dorpje. En we gaan vast nog wel ergens hier even de bergen lekker in. Wie weet wat voor meldingen we hier allemaal gaan krijgen. Dus ik zou zeggen, let's go. We stappen de auto in. Dit is hem, de Amarok, gemaakt door team MOH. Ja, super vet ding. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe die rijdt. Ik weet niet of die omkiept of iets. Daar gaan we zo meteen achter komen. Moeten we alleen even oranje wat beter plaatsen. Nee hoor. Ik zit verkeerd. Dat is de U denk ik. Nee, dat is de I. Maar ik kan niet zien waar, op welk cijfer die staat. Even dit weg. Ja. Oh, we hebben maar een beperkt aantal cijfers. Ja, we hebben hem gesloopt. Oh, wacht, er komt er iets. We laten hem wel gewoon hierop staan, ja. Oké, jammer. Niet anders. Of is niet anders. We zetten deze aan. En kom, vliegtuig. Ah, oh. Oké, ik ben benieuwd wat we allemaal gaan meemaken. Nou, dit is dan meteen een voertuig wat mij niet echt lijkt te voldoen aan de voorschriften die voertuigen moeten hebben om op de weg te rijden. Ik ga die wel even aan de kant zetten. Stop voor staat daarbij aan. Nee, dat is oranje. Stop voor staat daarbij aan. Maar... we gaan hem cancelen, want we gaan hier achter, oh shit, we gaan hier achter een motor aan die hier zonder helm rijdt en zonder kenteken en alles, en dat heeft mijn prioriteit. Nou, waarom? Omdat die auto daarnet, die had wel een kenteken achter en geen kenteken voor, en dat heeft bijna driekwart van de voertuigen in GTA. Dus dan heb ik liever toch even deze auto gaan controleren, of deze motor gaan controleren, die sowieso niet voldoet aan de eisen. Goedendag. Hallo, hey. Wim, politie. Rijden weer rijbewijs zien. Goed. Waar is je helm? Ik ben niet aan het verplicht, ik kan het niet vragen, ik weet niet waarom. Nou, in ieder geval heb je iets gedronken. Ik hoef er niet aan. Heb je drugs op? Nou, oké. Okay. We gaan wel even blazen. Gewoon algemene verkeerscontrole. Lekker joh, lekker blazen. Blazen, blazen. Dat ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Ho maar. Yes. En even speekseltestje afnemen. Goed. Je gaat voor mij wel wat no license pakken. Omdat die no license plate staat er niet op. En no helmet. Dat betekent wel dat je niet verder mag rijden. Dat zijn fixe bekeuringen. Dus je mag afstappen. En je zult vervoer moeten gaan zoeken. Je zult een takelwagen zelf moeten regelen voor je bus. Of voor je motor, moet ik zeggen. Je kent het wel. Nou, ik zou zeggen, bel iemand. En fix het. Fijne dag nog. Maar daar gaat dan iets komen. Daar zo. Dan gaan er twee even racen met elkaar. En dat willen we niet hebben. We've got citizens reporting a civilian okay. In need of assistance. Maar we krijgen ook een pre-way melding. Iemand die op dit moment voor zijn leven rent omdat hij wordt verkracht of tot iemand hem of haar wilt verkrachten. Konijntje, let op.
die twee racers, dat die treffen zich, of die treffen collega's nog wel. Het is ideaal voor de Amarok. Lekker ding, man. Hier zo. Nee, moet ik wel blurren. Jezus. Ik ga gewoon zoveel mogelijk proberen niet te... Kijk, hallo. Hallo, blijf even zo staan. Ja, we staan gewoon zo. Hallo, oh, nee, heb je nog iets aan of niet? Goeiedag. Alles oké? Agent, alsjeblieft. Een man trok me net in zijn auto en probeerde me te verkrachten. Heb je enige informatie over hem? Ja, een witte dilettante met nummerplaat die startte met 320. Oké. We gaan hem proberen te zoeken. Ben jij gewond? Ja, ik ben gewond en ik heb een ambulance nodig. Kun je die voor mij bellen? Even kijken, nummer 1. Zo. Ja. Meldkamer, de 1201. Graag een ambulance deze kant op voor het slachtoffer. Over. Een bleuren gewoon, ja. We hebben ook niet veel kleding meer aan, hè? Nou, meldkamer, ik ben op zoek naar een auto. Ah, hij rijdt hier in de buurt. We gaan hem hier treffen dan. Hij gaat er vandoor. Ja, voertuig gecrashed. Achtervolging, negeren stopteken. Ik wil doorrijden, bestaan houden. Eén collega vraagt om assistentie. Nou, en netje deze kant op. Nee, collega's, wat gaan jullie doen? Ze zitten zo dicht op me, heb ik het gevoel. Ze moeten mij niet rammen. Kijk, nu kun je mij wel rammen met deze Amarok. Die krijg je me toch niet hè? Van de weg af. Ja, maar waarom gaan jullie nou altijd remmen als jullie voor me rijden? Eerst halen ze me in met volle snelheid en dan remmen ze. Oh ja, dat is lekker met dit allemaal ook. Oh. Nee, niet te snel weg op. Oh, naar links op. Ja, hier sluit hij zichzelf, of hier rijdt hij zichzelf klein, want er is geen andere weg. Dit is de enige in- en uitgang. Dus dat is mooi. Ook ideaal voor de Amarok dit terrein.
Oh, een boom. Hij wil wel graag ontkomen. Nee. Dat gaan we echt niet doen. Uitstappen. Uitstappen. Schoten gelost op het voertuig, schoten gelost op het voertuig. Ga mij nou niet pitten, vriend. Ja, nu snap ik niet meer hoe ik nou rij. Oh god, nu gaat het helemaal. Let op beest. Ja, ik heb in ieder geval wat bandjes geraakt. Hij gaat hier de afgrond in. Jongen. B-klasse, laat mij nou gewoon voor op. Ik was en als eerste leidend voertuig, ik was de eerste die deze achtervorm begon en dit is veel meer terrein voor mij. Staan blijven. Oh, hier lopen allemaal wilde beesten. Staan blijven of je wordt getaced. Oh, let op, hij is er getaced. Op knieën. Oké, Apensbergen. Dat is transporteenheid. We zijn weer terug en we hebben meteen een prio 1 melding. Assistentie gevraagd ergens bij, ik weet niet waarbij. In ieder geval prio 1 met toestemming. Mogelijk een ongeval. Yes, alles onder controle hier. Ja, te plaatsen samen met de ambu en de kamar. Zo te zien in ongeval inderdaad. Hebben we nou een stop aangezet? Ja, ik weet het nooit met die knoppen hier. Hoi! Collega. Jij hebt assistentie gevraagd, vertel. Het lijkt erop dat het een hit and run was. Dus aanrijden en doorrijden. Er zijn bandensporen gezien. Dus een ander voertuig heeft dit ongeval veroorzaakt. Het slachtoffer zegt van wel, ik zou hem zelf even nog navragen. Die kan je meeste informatie geven. Oké, ik zal met hem praten. Dat is alles wat ik je kan vertellen. Oké, dankjewel. Goedendag meneer, politie. Hoi, ik ben van politie. Is alles oké? Hallo agent. Ja, ik ben oké, maar ik ben redelijk boos. Nou, dat kan ik me voorstellen. Kunnen we vertellen wat is gebeurd? Nou, een of andere bifta was aan het driften in de bocht. Opeens aan het midden van de weg. Ik kwam de bocht in. Hij raakte mij. Ik verloor de controle over mijn auto. Heb je de nummerplaat gezien? Gelukkig wel. Het was 69QWK796. Oké, bedankt. Perfect, bedankt. We gaan hem in ieder geval kunnen opsporen. Nou, ik hoop dat hij naar de gevangenis gaat. Meer kan ik niet vertellen, sorry. Goed, bedankt in ieder geval meneer. Ik ga een kijkje nemen bij de meneer thuis. Go. Joejoe, ojoj. Hopelijk is hij niet super ver weg. Hij is een Sandy Shores. We gaan in ieder geval even daar naartoe dan. En als we daar zijn, dan gaan we daarna nog even de bergen in. Dan vind ik het goed geweest. Ik heb als het goed is ook een mod geïnstalleerd. En je ziet het eigenlijk hier al. Tot het echt op de drukke plekken waar het echt druk zou moeten zijn. Tot het ook echt druk is. Zoals hier op de snelweg. Dat zou dus super druk moeten zijn. En dat is het ook wel. En in Sandy Shores en zo. Daar is het dan rustig. En in de stad, ik heb vanmiddag ook al even gewoon met een ambulance in dit geval, heb ik ook al gewoon eens even lekker gereden, met spoed dan wel. En het was super druk en ik heb me echt
door allemaal files en ja, opstoppingen moeten echt super druk verkeer hebben waar je dan ook echt doorheen moet gaan en soms vast komt te zitten. Dus dat is wel vet. In ieder geval, wij gaan even gebruik maken van onze vrijstelling. Dat is door in te halen waar dat niet mag. Hier mogen we inmiddels wel inhalen. Hier kan het niet veilig in verband met tegenligger. En dan gaan we even snel richting de meneer die het ongeval mogelijk heeft veroorzaakt. Van niet, want hier zou... Hier zou moeten zijn, hier zit iemand in de tuin. Dus we gaan eens met die beste mevrouw zo te zien praten. Pleuren mag gewoon hier neer. Ik zie die auto niet. Oh, dit is aan de andere zijde zo te zien. Sorry. Oh. Ah, kijk eens aan. Die denken van, oh, kom jij hier opeens? Goed. Dat is hem zo te zien. Beschadigde auto. Goedendag. Is dat uw voertuig? Hallo agent. Ja, dat is hem. Enige reden waarom die zo beschadigd is. Nou, ik heb een paar dagen geleden een ongeval gehad. Hij is nog in de maak, agent. Toevallig ook vandaag een ongeval gehad. Nee, ik was niet betrokken in een ongeval vandaag. Waarom vraag je het? Nou, hij doet, hij voldoet aan de beschrijving van een voertuig die net is weggereden bij een aanrijding. Dat laatste heb ik nog niet gelezen. Ik heb niks, ik heb geen ongeluk gehad. Alsjeblieft, ga weg. Je bent niet welkom hier. Nou, hij geeft het in ieder geval toe. Je gaat in ieder geval wel even mee naar het politiebureau. Wow, hold up! You ain't never getting out of prison. Mag je handen op je rug doen. Je deed ze al voor je, maar dat doen wij niet aan. Goed, ga een transportje deze kant op, OC, persoon aangehouden. Naar een verlaten plaats ongeval en het voertuig wordt afgesleept. Goed, en dan gaan wij nu eens richting de bergen. Eens kijken of we daar nog iets spannends gaan beleven. En daar is een weg de bergen in. Maar die is helemaal weer in dat andere dorpje. Daarachter aan de overkant. Dus daar gaan we eerst eens heen rijden. Tot zo. Aanzetten. Even controleren. Goedendag. Hi. Waar gaan we eens zien? Verlopen. Dat is niet mooi. Goed, je gaat in ieder geval verschillende bekeuringen krijgen. Geen kentekenplaat, expired license en geen helm. Dus dat zijn pittige bekeuringen. Dus je mag afstappen, je mag in ieder geval niet meer verder rijden. Ik schrijf hem even uit en dan mag je iemand gaan bellen die jouw auto hier komt, of jouw motor komt ophalen. En jou hopelijk dan ook voor jezelf. Goed, fijn even. Ja, we gaan drugsrunnetjes achterna. Die rijden hier. Blauw het even uit. Iets enthousiaste bocht in. Ja, dat kan allemaal met zijn Amarok. Dan heeft het toch niet meer zo'n mooie vorm. Ze rijden in ieder geval best hard. Maar ik ook. Attention unit 1, Lincoln 18, approach with caution. Ik weet niet of ze gepakt werden, maar in ieder geval zijn even op onze hoede. Goedendag.
Je blijft bij de gewoon zitten. Hey. Raaf van jou even Nee, oh shit. We have a suspect resisting arrest. Ook nog. Het kamers zijn getased, voertuig gaat er vandoor, we gaan er achteraan, collega's kunnen aansluiten. Nee, dat is een motor. Ze hebben dus wapens. Hoge snelheden. Ja, hier lieten ze een pakketje vallen, ze gooien iets eruit, ze zetten klem, klem, klem. Nee, collega, wat doe je nou? Uitstappen, handen omhoog en uitstappen. Doorrijden wordt er geschoten, een rare beweging wordt er ook geschoten. Uitstappen. Uitstappen. Jij ook, handen omhoog en uitstappen. Handen omhoog. Zo, heb je geluk. En jij ook. Liggen. Is het moment? Wait up! Ah, jeez. Ja, twee maal aanhouding. Ja, we hebben zeker iets gezien qua drugs. We willen graag een transportje voor deze heren. Ik geef hem nog even voor jegen. Vraagt om uw assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in the Alamo Sea. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. We hebben niks, geen taser aangetroffen of iets. Kijk of we wel iets anders aantreffen, mogelijk zijn broers. Hij lijkt op elkaar in ieder geval. Een mes. Voertuig gaat mee in verband met zoeken naar drugs. En een brug dacht ik. Hier zo. Ja. Zo, ik geloof dat dit alles was wat ik heb gezien. Dus we gaan eens naar de rechtszaak hiermee. Oh ja. Deze win 10 jaar. En de bijrijder kreeg 5 of zo, ja, 5 jaar. Dus 10 jaar voor de bestuurder, inclusief tasen van een agent. Ik heb toch twee dingen gemist. Tasen van een agent, het verzet bij arrestatie en drugsdealen. En de bijrijder verzet arrestatie en drugsdealen. Attention unit 1 Lincoln 18. We have a criminal resisting arrest. Goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Als jullie een leuke video vonden, ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, ik ga er maar vanuit met de ambu en de stad. Hopelijk een drukke stad met dus veel verkeer. En dat is wel leuk om daar eens met je ambulance heen te manoeuvreren. Ik zou zeggen, tot dan. En zoals ik altijd zeg, doei. Hopelijk een drukke stad met dus veel verkeer en dat is wel leuk om daar eens met je ambulance heen te manoeuvreren. Ik zou zeggen tot dan en zoals ik altijd zeg, doei.